Thomas Verheid, toch even terugkomend op afgelopen maandag. Je begint heel goed aan de wedstrijd. Uiteindelijk sta je toch weer maar met 1 punt in plaats van 3. Hoe kon het dat je die sterke beginfase niet vasthield? Ja, ik denk inderdaad dat we wel goed zijn begonnen die wedstrijd. Legden onze wil op, we hadden druk op de tegenstander. En op een gegeven moment zag ik dat een paar makkelijke ballen verkeerd gingen door de as heen. En toen sloopt er een beetje angst in of zo. Dat was wel vervelend, want dat bracht wel weer het niveau naar beneden eigenlijk. En ging wat meer achteruit spelen in plaats van met lef vooruit. Je zet ook al interviews, dat was soms te voorzichtig. Ja, hoe hebben jullie daar aan gewerkt deze week? Nou, we hebben met elkaar gesproken erover dat we gewoon... ze zitten niet in het stadium om voorzichtig te gaan voetballen. We moeten gewoon volle bak vooruit. En met de Haagse bluff wat ze ook vanaf de tribunes roepen. Dus ja, dat hebben we gewoon tegen elkaar gezegd. En op trainingen proberen we gewoon plezier te houden. En met een goed gevoel naar vrijdag weer te gaan. Welke rol neem jij nu in de groep? Want je bent sowieso een van de ervaren spelers. Maar je bent nu ook aanvoerder. Ja, klopt. Nu is Boy natuurlijk een tijdje niet bij. Dus draag ik de band. In principe verandert er niet zoveel voor mij. Ik probeer altijd al een beetje de leiding te nemen. De wat jongere jongens op sleeptouw te nemen. Maar nu zal er iets meer bij komen kijken. Maar dat geeft niet. Dat neem ik op me. Ja, door je ervaring heb je natuurlijk al meer lastige tijden meegemaakt. Hoe probeer je andere gasten hierin te helpen dan in deze situatie? Ja, het is gewoon keihard werken. Natuurlijk hoor je het ook van nu een beetje van buitenaf dat er wat druk bij komt. Maar dan moeten wij gewoon als spelersgroep moeten we dat van ons afzien te houden. En het gewoon op het veld laten zien. Ik denk dat we genoeg kwaliteit hebben. En hopelijk door de plezier erin te houden dat de resultaten ook gaan komen. Ja, vrijdag wacht een lastige wedstrijd tegen de koploper, PEC Zwolle. Is het dan extra vervelend dat je die ploeg nu treft? Of maakt het niet uit? Nou ja, PEC is een goede ploeg. Ze zijn natuurlijk net gedegradeerd. We hebben aardig wat jongens gehouden daar. Dat we aan de bak moeten zeker. Maar dat moeten we tegenwoordig bij elke tegenstander nu als je in zo'n fase zit. Dus het kan alleen maar positief werken als je zo'n grote ploeg nu verslaat. Daarna heb je 2 weken rust. Dus dan kan je weer, of een week rust. En dan kan je goed doorbouwen. Dus ik vind het niet erg dat we PEC treffen nu. Je zegt het al, ja, we hebben al eventjes rust. Want we hebben 1 weekend geen wedstrijd vanwege de interlandbreak. Ja, is het dan extra lekker om dan vrijdag resultaat te halen? Ja, absoluut. En ik denk dat iedereen het hier verdient. Dus daar moeten we alles voor doen.